Het is 29 december 2020. Welkom in Podcast, ik ben Rico Brouwer. Dit is een column, ik heb geen gast. Ik praat je door alle social media kanalen heen en censuur. En hoe Podcast daar in 2021 mee omgaat. Welkom, ik ben hier dus in mijn eentje. En niet zo lang geleden heeft YouTube besloten mijn kanaal weg te gooien. En een beetje zoals in 1984 van Orwell. Als het in de geschiedenisboekjes is gewist, dan is het ook gewoon niet meer zo. Dus als ik nu zeg, ik had vroeger een YouTube kanaal met meer dan 10.000 volgers, meer dan 1 miljoen views. Dan kan je zeggen, nou, proof or it didn't happen. Wat het internet betreft, it didn't happen. Alle filmpjes zijn er nog wel. En die staan op andere kanalen. Ik vertel je nu de afwegingen zoals ik ze nu tegen het einde van 2020 maak. En wat ik van plan ben in 2021. Nou, dat ziet er zo uit. Maar en ik heb daar dit cameraatje hiervoor. Want podcast is video en audio. En podcast klinkt als een podcast. Het is begonnen als een podcast. Maar jullie, mensen die over mijn schouder meekijken als ik mezelf informeer. Jullie vinden het leuker als er beeld bij is, zeg maar. Dus de videobeelden. Maar het is voor mij meer een audiokanaal dan een videokanaal. Nou, waar was dat dan? Voornamelijk op YouTube, want daar zijn jullie ook allemaal. Nou, dit is wat mij nu overkomt in YouTube. Ik ben uitgelogd. Ik mag ook niet inloggen. Als ik dat dan toch probeer, sign in. Dan vraagt hij, dat mag dus niet. Je moet eerst maar... ik weet niet wat hier eigenlijk staat. Hier staat, je mag de rest van je leven ook geen niet meer op YouTube. Nou, als je dan probeert op een ander kanaal in te loggen, dan kan ik proberen. Nee, ik heb meerdere YouTube-handles, dan krijg ik jezelf de waarschuwing. Nou, ik veronderstel als ik mijn cookies weggooi, dat dan toch nog wel weer werkt. Maar op YouTube mag ik niet meer. En ik heb natuurlijk de keuze om beroep aan te tekenen. En dat zal er ook vast wel van komen. Ik wacht nog even op terugkoppeling van Reinach Fulmich. Het zure van wat er is gebeurd met YouTube is dat een interview dat ik deed met Reinach Fulmich, een Duitser, een advocaat. Het is een heel integer, echt interview geworden. En geen woord gelogen. Het is echt eerlijk, oprecht. Hij doet goede dingen. En dat wordt van YouTube gegooid. Dus waar je je niet tegen kan verweren. En ik veronderstel dat ik naar een rechter ga, kan ik me er ook niet tegen verweren. Dat maakt het zuur. En dan moet je bij jezelf te raden gaan van, ga ik het gevecht aan? Ga ik zeggen, ja, maar YouTube moet zich netjes gedragen. Ik kies een ander pad. Dat pad was al eerder ingegaan, want ik heb ook, dus ik maak er even een volledig plaatje van. Firma Facebook, ja, daar is geen podcast account op. Dus ook daar is het alsof het nooit bestaan heeft. En hetzelfde geldt voor Instagram. Nou, en WhatsApp was ik al sowieso nooit. Het ding van YouTube en van Facebook is dat het functioneel de mooiste pakketten zijn die er zijn. Het werkt lekker snel en het werkt lekker. Dat komt omdat er heel veel geld en heel veel macht achter zit. Het is niet voor niks dat die heel erg lekker werken. Het ding van Facebook, daarom ging ik daar als eerste weg, is dat je geen huiszoekingsbevel nodig hebt. Of geen onderzoek hoeft te doen als je iets wil weten van iemand. Want je hebt het zelf al op het internet gezet. Je hebt het zelf al gedeeld. En je hebt niks te verbergen. Ja, dat zal wel. Maar alles wat je weet en wat je bent en wat je doet, dat is ook niet geheim. Nou, moet je lekker zelf weten als je dat fijn vindt om te delen. Ik vind dat privacy fijn is om te beschermen. Dus het bedrijfsmodel van Facebook in samenwerking met overheidsdiensten en van YouTube in samenwerking met overheidsdiensten. Daar werk ik niet aan mee. Maar wat dan wel? Nou, Facebook dus ook niet. Dan is er nog een dingetje hier. Ik dacht, mijn strategie was, ik ga op alle platformen die er zijn. En dan de makkelijke, leuke, snelle, YouTube, Facebook. En dan de nieuwe, minder fijne. En een daarvan was TrueTube. Nou, er is een softwarepakket dat heet PeerTube. Het wordt een klein beetje technisch. Goed, je kan het nazoeken. PeerTube is software. Dat kan je ook zelf installeren. En sommige mensen doen dat.
En die beginnen dan een dienst. En dan worden ze zelf een soort van YouTube-variant. Dus met PeerTube. En peer betekent gelijken. Dus iedereen kan zijn eigen YouTube-variant beginnen. Is er ook iemand peer? Ga ik al. TrueTube. TROO.tube begonnen. Nou, daar stonden ook alle podcastfilmpjes op. Dat is best wel veel werk om dat te uploaden. En mijn heel TrueTube was weg. Nou, net vanochtend is het weer terug. Althans, die URL doet het. Dat zie je hier. True.tube. En maar als ik daarheen ga en ik zeg deleted, removed YouTube video's. Het werkt niet. Mijn kanaal is er niet meer. Het is dus iets anders geworden dan wat het was. Alles wat ik op TrueTube heb gezet is verdwenen. Ja, dus dan had je alles op YouTube. En dan ga je met heel veel tijd en energie, zet je het ook nog op TrueTube. En dan is dat ineens helemaal weg, allebei. Nou, niet getreurd, er is nog meer. Hop. Er is ook BitChute. Nou, even bijhouden, want het wordt een beetje veel nu. Hop. Zo. We hadden voor de video YouTube. We hadden TrueTube. En BitChute. Audio hebben we ook. Ik koos voor SoundCloud. Daar kom ik zo op verder te spreken. Maar inmiddels dus, YouTube is dood. TrueTube is dood. Hop. En dit is BitChute. Ik probeer hier de afgelopen weken nieuwe content te uploaden. Het is super langzaam. En ja, het lukt eigenlijk niet. Ik veronderstel dat komt door dat de bandbreedte geknepen wordt. Met andere woorden, dat iedereen probeert te uploaden naar BitChute. En dat iedereen in de knoei komt daarmee. En ik veronderstel dat dat ook de manier is waarop TrueTube is stuk gemaakt. Namelijk, je gooit ze gewoon uit DNS of je gooit ze van hun internetprovider af. Ik vraag me af hoe lang BitChute nog meegaat. Maar goed, er is meer dan alleen BitChute. Even kijken hoor. Hop, dat is dus BitChute. Er is ook Rumble. Nou, die er ook even bij doen. Rumble is relatief nieuw, is ook een videoplatform. En daar ben ik nu al mijn content op aan het uploaden. Dat zijn 300 interviews. Dat betekent je moet 300 keer een filmpje aanwijzen van een paar honderd MB tot een paar gig. Sommige zijn 10 gig. Dat duurt dan een kwartier, half uur. Dan moet dat renderen. Dan moet je de teksten onder plakken, een titeltje erop plakken. En dan neem ik dat dus over op mijn website. Dat komt dan ook zo meteen nog. Maar dit is dus ook Rumble, die doet het nog. Hartstikke mooi. En wat er ook is. Ja, dus rumble.com. En wat er ook is, is dit. Library.tv. Library.com werkt ook. LBRY als in bibliotheek. Nou, hartstikke mooi. Dus daar staat mijn content ook op. En wat mooier was van Library. Dat is ook even bij. Hop. En hop. Het mooie van Library was. Dat was slim bedacht van ze. Dat je het kon koppelen aan je YouTube. Dus je zet je filmpje op YouTube. En Library slurpt dat automatisch naar binnen. En zet het ook op Library. Dat is een laagdrempelige manier om alle YouTubers een backup te geven. Nou, dat had ik ook. Al mijn spul staat op Library. Behalve het spul van Welsmerts. Daar heb ik ook 58 interviews gemaakt. En sommige zijn echt wel heel leuk. Eigenlijk zijn ze allemaal heel leuk. Maar ja, wat nou als Welsmerts volgende week offline gaat? Dan zijn die filmpjes weer weg. Dan moet ik maar hopen dat zij het backuppen. En ik heb daar geen links naar. Dus ik ben ook mijn oude Welsmerts interviews op Rumble en Library aan het zetten nu. En dat is ook veel werk. Maar geen probleem. Niet dat ik klaag. Maar. Dus dat is dit. BitChute, Rumble en Library. Dus als je denkt, waar zijn de video's van podcast gebleven? Nou, die zijn daar. Je hoeft daar niet naar te zoeken. Je gaat gewoon naar podcast.nl en dan zie je bij elk filmpje waar je dat kan terugvinden. Ik bedoel, ik maak daar snelkoppelingen naar aan. Dus. Maar goed, dat zijn de drie videoplatforms die er zijn. Maar voel jij hem ook aankomen? Als firma YouTube niet alleen een interview van mij met Reinhard Fulmig weggooit, waar niks aan mankeert, wat niet is tegen geen enkele wet is, wat alleen maar echt en eerlijke informatie is, niks aan nepnieuws in zit. Een advocaat die zegt, ik ga de grootste
rechtszaak namens de samenleving doen tegen deze fraude. En dat interview wordt niet alleen gewist, maar het hele kanaal waar het op stond, mijn kanaal, wordt gewist. Als dat de macht is waar we tegen knokken, dan helpt het niet met alleen weggaan van YouTube. En je boel op TrueTube zetten. Wacht even, nog deze. De boel op TrueTube zetten. Dat wordt hem dan ook niet, want dat hele TrueTube kanaal is weg. Dan zet ik het op BitChute. En dat is nu super langzaam geworden. Wat denk je dat er gaat gebeuren met Rumble en Library? Nou, ik weet het ook niet. Maar ik veronderstel dat de macht waar mensen als Reiner Vollmig tegen strijden groter is dan de innovatie van Rumble en Library. Maar goed, komt er een nieuwe bij, dan gaan we ook daar weer naartoe. Maar ik heb nog een ander plan. Dat komt dan zo meteen. Nu nog even als vraagtekentje. Alright. Je kan alles wat ik doe terugvinden op podcast.nl. En zolang dat niet gewist is, zolang dat niet weggegooid wordt van een internetprovider of van Squarespace, dat is een hostingpartij. Ik betaal dus elk jaar geld aan Squarespace, daarom doet deze website het. Hier staan al mijn interviews op. En als je op zo'n interview klikt, deze gaat over Julian Assange, dan vind je daar de video terug. Ja, die van YouTube staat daar dan ook nog. Dan kan je zien dat hij er wel heeft gestaan. Met snelkoppelingen waar je het allemaal nog meer kan vinden. Overigens, podcast is dus op een heleboel kanalen. En die kan je ook vinden hier rechtsboven. Oké, dan naar audio. En zoals je hier kan zien, ik upload die files. Dat zijn dan WAV-bestanden, WAV, dat zijn audiobestanden, naar SoundCloud. Dit is SoundCloud. Soundcloud.com kan je ook podcasts vinden. En alles wat ik gemaakt heb staat daar ook op. Ik weet niet wat er gaat gebeuren met censuur op audio. Maar als hele videokanalen weggegooid worden, ja, dan zal het niet stoppen. Het is een strijd tegen informatie. Het is geen strijd tegen bepaalde videofilmpjes. Het is een strijd tegen echt nieuws. Dus wanneer gaat SoundCloud uit de lucht? Het is wel een betaalde dienst. Ik betaal geld aan SoundCloud en dat is ook oké, zeg maar. Ik bedoel, er staat een hoop content op. Er staan bestanden, grote audiobestanden staan in SoundCloud. Nou, hoe het nou werkt met audio, is je zet die bestanden dan op zo'n dienst. Bijvoorbeeld WAV-bestanden, dat is audio only. Dat is een beetje MP3, maar dan groter en zonder compressie. En dat kan je benaderen vanaf al jouw favoriete podcast apps. Dus het hoeft maar op één plek te staan en met snelkoppelingen vind jouw podcast app het dan wel. En dat komt dan stiekem van SoundCloud. Daar zie jij verder niks van. Je doet dat gewoon in je Podbean of in je Stitcher of in je iTunes of waar het dan ook maar voor gebruikt. Het komt bij SoundCloud vandaan. Nou, in de Verenigde Staten is een groepje mensen begonnen, althans ik weet niet waar ze zitten, maar in ieder geval Adam Curry zit in de Verenigde Staten. En die ziet ook wel dat het podcasting, wat toch een beetje zijn kindje is, ook onder druk staat. En dat censuur groter is dan de oorspronkelijke uitvinding van podcast misschien wel. En hij heeft een nieuw project bedacht. Zo. Een podcast index. Let's preserve podcasting as a platform for free speech. Nou, er zit van allerlei techniek achter. Het is podcast 2.0 noemt hij het. En mijn SoundCloud, die doet dat niet. Of in ieder geval nog niet. Dus ja, vraagtekentje bij SoundCloud. Ik weet niet of ik daar moet mee doorgaan. Ik kan natuurlijk ook nu dan toch alles onder vuur ligt en nu ik dan toch met al mijn bestanden aan het sjouwen ben, ook een betere oplossing bedenken voor mijn audiobestanden. En dat ga ik doen. En de club die ik gevonden heb is Buzzsprout. Dan denk je, Rico, dat onthouden we toch allemaal niet? Nou, dat hoeft ook niet. Want wat je doet is je onthoudt gewoon podcast.nl. Podcast.nl. En dan vind je dat vanzelf wel, want ik zorg wel weer dat die links het daar doen.
Dit is Buzzsprout. Ik heb daar net een testaccount gemaakt. Ik moet daar nog geld aan betalen. En als ik dat dan gedaan heb, dan importeren ze alles wat ik had op SoundCloud. En dan zit dat in Buzzsprout. En dan is dus de bedoeling dat al die podcast apps die jij gebruikt hun content voortaan krijgen vanuit Buzzsprout. Nou, in de ideale wereld gaat dat naadloos en merk jij daar niks van. Nou, dat zal wel niet lukken. Waarschijnlijk valt podcast weg uit al jouw podcast apps, uit je iTunes, uit je, bedenk het maar. Maar als je dan opnieuw zoekt naar podcasts, dan denk je, hé, frek, hij is er toch. Oh, dat is een andere. Nee, is dezelfde. Oh, het is wel dezelfde bestanden. Nou, dan ga ik die wel volgen. Dan ben je er ook. Dus ik denk niet dat migreren werkt. Ik denk dat ik podcasts opnieuw moet aanmaken in al die podcastkanalen. Nou, prima, geen probleem. Dan doen we dat. Dus dat is dat. En het mooie van Buzzsprout is dat dat dus podcast 2.0 compliant is. En wat daar dan allemaal cool aan is, ja, dat komt dan later wel. En Adam Curry legt dat ook veel beter uit dan ik dat kan. Maar dat is dus het plan. Dan nog even naar die social media. Dat is dus ook een dingetje. We hebben de content die ik maak, is het audiobestanden en videobestanden. Maar we zitten ook met z'n allen op social media. En nou, Facebook deed ik al niet aan. Maar Twitter dan. Zoals ik er tegenaan kijk, is de allergrootste, coolste, lekker werkende, fijnste platforms die er zijn, ja, YouTube, Facebook en Twitter. Tegelijkertijd de meest censurerende, de meest met de overheden samenwerkende, de meest manipulerende, afluisterende platforms zijn diezelfde Twitter, YouTube en Facebook. Daar wil je niet zijn. Daar wil ik niet meer zijn. Dus ik wil niet daar zijn. En je hebt nu afgelopen, het gaat steeds sneller, maar je hebt de afgelopen verkiezingen gezien hoe dat gaat. Je mag sommige dingen niet zeggen. Ik heb Colleen Huber geïnterviewd over mondmaskers. Dat mag je van Twitter niet zeggen. Haar account is van Twitter gegooid een maand voordat ik van YouTube ben gegooid. Twitter-censuur stopt niet met een waarschuwingje onder een tekstberichtje van Trump. Het is geen vrij platform. Het censureert net zoals alle andere platforms. Daar wil je niet zijn. Daar wil podcast dus ook niet zijn. Dit is wat ik ga doen. Ik ga weg bij platforms die censureren. En je moet maar zien wat je doet. Ik heb anderhalf jaar podcast gemaakt. Audio en video. Zonder publiek. Met een paar honderd mensen. Soms een paar duizend. I don't care. Ik maak ze in mijn zoektocht naar informatie. En je kan meedoen. Je kan over mijn schouder meekijken met hoe ik dat dan doe in die interviews. Maar ik ga niet als voorbeeld stellen dat ik meedoe aan een landschap van censurerende bedrijven. Nou, wat kan je dan doen? Daar zijn allemaal nieuwe varianten voor. Net zoals dat je BitChute en Rumble en Library hebt voor video. En net zoals dat je Buzzsprout hebt voor audio. Heb je voor social media ook alternatieven. Zoals Parler of Parler. Even kijken hoor. Zo. Dus dat is een optie. Je moet zelf maar zien waar jij terechtkomt. En als het leuk is, dan vertel het mij en dan doe ik mee. Interactie met elkaar kletsen, ook via internet, is het leukste wat er is. En super nuttig. We laten ons alleen maar uit elkaar spelen momenteel met onze boosheid in de supermarkt en op straat. En je bent voor Mark Rutte of tegen Mark Rutte. En je bent voor mondkapjes of tegen mondkapjes. Je bent voor vaccins of tegen vaccins. Dat is allemaal verdeeldheid. Ik weet niet wie dat wil. Daar zijn we nog niet helemaal uit. Ik wil het in ieder geval niet. Dus zoek elkaar op. En dat kan dus ook via internet. Nou, bijvoorbeeld via Parler. Ik zal er wat meer energie in gaan stoppen. Tot nu toe zat ik ook op dat Twitter. Dat ga ik minder doen. En wat je kan doen is, er zijn Telegram groepen. Podcast zit daar nu ook op. Ik weet niet of je Telegram kan vertrouwen of dat nou goed is of niet. Maar voor nu zit ik daar ook op.
En als je denkt, Rico, ik ben helemaal de weg kwijt met al die plaatjes van jou en al die woorden. Prima, geen probleem. Het staat allemaal op podcast.nl. En als je nou denkt van, oh god, waar is die allemaal heen gegaan? Ik ben even de weg kwijt. Nou, onderop podcast.nl en op podcast.nl/nieuwsbrief kan je zien wat ik doe op mijn zoektocht naar plekken om informatie te delen zonder censuur. Plekken om vrij te kunnen praten met mensen via internet. Niet gehinderd door... het is een beetje een treurig tekeningetje geworden. SoundCloud, ja, dat is dus uit eigen beweging dat ik daar niet meer mee verder ga. Ze hebben niks misgedaan, maar ze zijn niet snel genoeg. Ik wil naar die podcasting 2.0 oplossing van Curry. Dat betekent dat ik ga verhuizen naar Buzzsprout. En dat is dan lullig voor SoundCloud. Hoe doe ik dat nou? Zo, dat is dan lullig voor SoundCloud. Dan moeten ze dat maar sneller innoveren. Nu dat gedoe met YouTube aan de hand heb. En TrueTube, wat ook nog pas een paar weken geleden begon. Nou, laat ik dan maar alles doen. En dan gaat ook de audio verhuizen. Dit is mijn nieuwe landschap. Leuk als je meedoet. En anders niet, of zo. Ja, wat kan ik zeggen? Gelukkig nieuwjaar. Niet normaal maken wat niet normaal is. Every nation in every region now has a decision to make. You think I'm joking? Predator drones. You will never see it coming. Laat staan dat ik kan ingaan over vuur.